Alle kreeften, welkom bij deze maandelijkse horoscoop voor het teken in het algemeen voor het teken kreeft voor de maand juli 2013. Wensen jullie natuurlijk een specifieke, meer specifieke reading privé voor jullie unieke horoscoop. Ik heb een link geplaatst zodat je een afspraak kan maken mocht je dit wensen. Maar voor het teken kreeft of voor de kreeften in het algemeen, wat speelt er zich af gedurende de maand juli? Nu, er vormt zich een mooie driehoek in alle waterhuizen gedurende de maand juli. Dat is zeer uniek. Wat is een driehoek? Een driehoek is een ontspannen aspect. Dus het reflecteert ontspannen energie, emotionele energie, emotionele ondersteuning. Omdat het zich bevindt in de waterhuizen, kreeft, vissen en schorpioen. Jij bent ook een waterteken, vandaar dat jullie extra gaan genieten daarvan. Of hopelijk daar toch kunnen van profiteren. Nu, met Jupiter in jouw teken, in het eerste huis, en dan met Saturnus en Neptunus in het vijfde en het negende huis, het gaat hier om vuurhuizen. Dus het gaat om actie nemen. Actie nemen omdat je je emotioneel geborgen voelt. En dat komt in feite van binnenuit. Een heleboel kreeften gaan genoeg zelfvertrouwen krijgen. Dat begint al vanaf deze maand, maar dat duurt eigenlijk een gans jaar. Jupiter is de planeet van de expansie en de planeet van ondersteuning en van groei. Dus het is fijn om die planeet in jouw teken te hebben. Ik wens jullie het allerbeste en tot volgende maand.